Jullie verliezen vandaag met 1-0 van Feyenoord. Soms heb je van die middagen dat het gewoon niet wil lukken. Was dit zo'n middag voor jullie vandaag? Ja, inderdaad. Het zat niet echt mee vandaag. Hoewel ik vlak dan ook. Maar ja, het was zonde. Ik denk dat er wel meer in zat. Hadden jullie vooral op basis van de tweede helft een punt verdiend? Ja, denk het wel. Omdat we toch voelden achteraan dat we redelijk stevig stonden. Omdat Feyenoord zeker kwaliteit heeft. Maar ik denk dat we zeker iets daar tegenover gezet hebben. En dat we dan ook de drang naar voren hadden. En ik zeg het, op bepaalde momenten zat het echt niet mee vandaag. Wat voor een wedstrijd heb jij in de eerste helft gespeeld? Want het was een vrij stroeve wedstrijd, vond ik toen. Ja, het was wel afwachtend, denk ik, van beide kanten. Dat doelpunt valt dan eigenlijk uit het niets. En dan weet je dat je gewoon moet als ploeg er alles aan doen. En dat hebben we ook bewezen vandaag. Kijk, tweede helft is het beter omdat je wat opportunistischer gaat voetballen. En dan pompen we kracht. Nou, je hebt natuurlijk met Sanna en met Frank heb je van die mensen die dat duel aan kunnen gaan en het kunnen winnen. En dan is het inderdaad is dat makkelijker voetbal op dat moment. Ik denk zeker het laatste half uur dat we echt doorgedrukt hebben. Dat we ze proberen terug te dringen hebben en dat we toch enkele doelkansen hebben kunnen afdwingen. Die penalty, ja, die hadden jullie wel mogen krijgen natuurlijk. Als je het aan mij vraagt, vind ik ook, maar dat is mijn mening. En wat er verder wordt gediscussieerd en zo, dat zal allemaal wel. We hebben er niet veel aan nu meer, dus ik bedoel, het heeft geen zin om daar weer over verder te gaan. Maar als je het aan mij vraagt, vond ik het ook een penalty. In de 71ste minuut kreeg jij nogal een grote kans. Hoe vaak zal je daar nog vandaag aan terugdenken? Ja, behoorlijk wel, tuurlijk. Het was inderdaad een kans en het is gewoon kloten. Ik glij half weg en het is vervelend. Maar goed, verder hebben we nog meer kansen gekregen. En het geluk zat niet aan onze kant vandaag. Met wat voor gevoel kijk je nou terug op deze wedstrijd? Ja, eerst het gevoel denk ik ontgoocheling. Ik voel dat ook in de kleedkamer nu, dat iedereen toch wel ontgoocheld is. Omdat je voelt dat er vandaag meer in zat. En ieder punt is op dit moment belangrijk voor ons. Dus als je vandaag kunt een puntje pakken, dan ga je het klassement opnieuw een beetje naar boven. En dan ziet de wereld er anders uit. En dan kun je met een goed gevoel naar Zwolle. En nu zit er toch wel een gevoel van ontgoocheling.